Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Tultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, dilemma. Ik wou dus een tweede kanaal starten. Jullie weten het, ik wou af van de praatvideo's. En ondertussen ben ik er dus nu weer één aan het maken. En er komen er nog een paar, want ik heb nog een paar mededelingen heb ik. Maar, Ik wou een apart kanaal maken voor de praatvideo's. Praatvideo's apart en dan op mijn gewone It's Ultrex YouTube kanaal waar jullie nu op zitten. Alle kermissen, uitjes, weet ik veel allemaal. Dat wou ik dus doen. Twee kanalen. En dan op elk kanaal dus uploaden. Nou, ik heb besloten om daar, om het niet te doen. Ik ben nogal geschrokken. En dat heb met onze grote vriend Kevin te maken. Kevin, die heeft dus ook twee kanalen. Die heeft een gamekanaal en een vlogkanaal. En YouTube was dus waarschijnlijk, was het er waarschijnlijk niet mee eens. En die heeft in één keer, hup, het hele kanaal eraf gegooid, onklaar gemaakt. Kan dus niet meer op zijn vlogkanaal zijn Let's Play video's. Dat kanaal kan hij nog wel op. Maar hij kan dus niet meer op zijn vlogkanaal. En ik ben dus bang dat bij mij hetzelfde gaat gebeuren. Als ik dus iets Ultrex Talk maak. Dat is afgeleid van It's Ultrex. En dan krijg je dat weer. En dan krijg je dadelijk weer dat gezeik weer. En dan wordt een van de twee kanalen wordt gesloten. Nou, om al dat gezeik voor te zijn. En dadelijk een YouTube kanaal te maken. Een heleboel vlogs erop te zetten. En dan uiteindelijk blijkt dat het niet mag voor YouTube. Doe ik dat dus niet. We gaan gewoon dus op dit kanaal alleen verder. En het was wel even schrikken geblazen. Ik schrok er wel heel erg van. Want Kevin doet nou niet echt gekke dingen of zo. Gewoon let's plays maken van leuke games. Leuke vlogs maken. En waarschijnlijk mag dat dus niet van YouTube. YouTube is het daar niet mee eens dat je dus twee kanalen beheert. Terwijl dat makkelijk kan. Er zijn nogal mensen die nogal meer twee kanalen hebben. Maar waarschijnlijk is het dan te veel afgeleid met een beetje dezelfde naam. Want hij had dan Kevin, iets van Kevin had hij en dan Let's Play en Kevin vlogkanaal. En dat mag dus niet van YouTube. Dus laten we dat dan maar niet doen. Laten we dan toch maar op dit kanaal verder gaan met alles in één. Ja, dan hebben jullie toch gewoon één kanaal. En als jullie het er niet mee eens zijn, ja. Ik heb eigenlijk ook helemaal eigenlijk niks gehoord eigenlijk voor jullie. Dus ik denk dat ik gewoon op één kanaal gewoon verder ga. En dan gaan we dat maar doen. In ieder geval, dat was even de mededeling. Ik weet niet, misschien hebben jullie de ervaringen mee. Laat even een berichtje achter als jullie er wat meer ervaringen mee hebben met YouTube. Ik doe het inmiddels 6 jaar. Ik heb ook nog ongeveer 2-3 jaar een ander kanaal gehad. Dus ik ben in totaal eigenlijk alweer 8 jaar op YouTube. Maar ja, ik heb dit eigenlijk nog nooit eerder meegemaakt eigenlijk. Dus laat even een berichtje achter wat jullie ervaringen hiermee zijn. Het grote nieuws is dus, we gaan door op één kanaal. Eén kanaal voor alles. En misschien is dat ook maar beter ook. Want het maakt het wel een stuk overzichtelijker. Anders dan moet je elke keer van de ene kanaal naar de andere kanaal rennen. Dat lijkt me nogal heel erg gedoe. Dus ik ben er eigenlijk ook wel weer een klein beetje blij mee dat dit zo is. En ik wil gewoon alles op één kanaal doen. Dat is veel overzichtelijker. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit was even een mededeling hier eventjes weer. Ik heb er nog een heleboel. Want er is een hele hoop gebeurd.
En dat gaan jullie in de aankomende twee vlogs hierna nog. Volgens mij twee vlogs nog hierna komen er nog. En dan horen jullie wat er allemaal weer gebeurd is. Want er is weer een hele hoop is er gebeurd. Ja, niet met kermissen en zo. Maar gewoon ja, twee klote dingen. Dat wel. Twee minder leuke dingen zijn er gebeurd. Dus daar ga ik even een apart vlogje over maken. Dat vind ik wel makkelijker. Jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. En dan zou ik zeggen, tot de volgende jongens. Ciao. Later. Hoi.